Want ik ga een beetje reclame voor mezelf maken. Ja, kijken of ik wat voor elkaar kan krijgen. Helemaal toppie! Hé, jij nou schat? Nou, mijn lieve, ik ben zo blij. Hè? Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag 25 juli. En het is 10 minuten over 2. Voor mij weer een rotdatum. En dat kan ik ook wel weer merken aan alles. Ja. De 25ste is voor mij al meer dan zat. Ja. Maar oké. Gedaan zaken nemen geen keer. Ik kan hem moeilijk terughalen daarheen. Ja, ik zit hier om mij heen te kijken. Want daar staat een poetsje. Daar staat een poetsje. Dat er niet achter me langs gaat. Dat ik niet weet hoe en wat. Maar in ieder geval, ik moet Rijken nog even uitlaten en ik moet er vandoor. Ik moet langs winkels, etc. Jullie gaan mee, maar op het vlog weet ik nog, het is heel raar, triest, donker weer. Maar ik heb ondanks dat niet vlog wel nodig, want ik ga een beetje reclame voor mezelf maken. Ja, kijken of ik wat voor elkaar kan krijgen. Zo niet. Goed, goede vrienden zeg ik dan, maar in ieder geval proberen we verder, ja. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag en doe het met een lach. Ik heb momenteel weinig te lachen eigenlijk, maar oké. Okay. Ik kreeg ook vanochtend niet al te leuke brief, dus ja. Een beetje, die persoon is een beetje vreemd bezig. Laat het daar maar op houden en dat doet me wel heel veel verdriet. Maar oké, okay, het maakt niet uit. Het zijn nou eenmaal zo. En ik heb wel een vermoeden waar het allemaal vandaan komt. Ook dat nog. Ja, er zijn er maar twee die dat kunnen doen. Maar het maakt niet uit. Ik kan de pret niet drukken, niet boeien. Ik ga lekker met mijn meisje even lopen. En daarna pak ik mijn scootmobiel en ga er dan door. Ja, zonder mijn meisje. Ja, kan ik niet meenemen nou, want die mag niet in alle winkels. Nee, dat is het probleem. Maar oké, okay, ze kennen het alleen, dus het maakt niet uit. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook verder nog gewoon doen. En we zien wel hoe het ruilt en zeilt en hoe het uitpakt. Ik hoop dat ik met goed nieuws terug kan komen. Ja. Dat doen we gewoon, simpel zat. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net weer thuis gekomen. En er is er eentje blij, maar die is nou bezig met zichzelf aan het schoon te maken. Maar in ieder geval, het is gelukt. Ja! Ik moet denk ik nog even met Karin spreken van, hoe doe je dat verder? Hoe moet dat? Dan kan ik dat hier ook doen. Helemaal toppie! Ja, nou schat. Nou, mijn lieve, ze is zo blij. Oh, zo blij. Ja, ze is zo blij. Ja, ze is zo blij. Ze is lekker kroelen. Oh, ja. Hé? Ja, en het is totaal niet koud te noemen. Nee. Het is eerder warm, maar het stormt. Nou, je weet zo wat dat je kleding wegbewijzen van. Ja. Zo, ik heb ook wat gehaald. En dan ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar ik ga eerst de troep opruimen. Dus ik zou zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden. Dit is die doos. Ja, daar zit het in. Ja, die gaan we dus even uitpakken, ja. Ja. Maar ik heb zere vingers, dus dan pak ik even een schaartje voor, oké? Schaartje. Nog meer plakband? Ik kan niet weten. Nee. Oh ja, ik heb ook Karin hier aan de telefoon hoor. Ja. 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 Wat voor dikkie. Oh jee, waarom wil dat nou niet?
Moeilijk hoor. Hij is aan de zijkant open. We halen zo'n ring eruit. Dat komt achter je hoofd. Dat komt natuurlijk voor je. Nee, ik heb hem uit. De ring heb ik al om mijn hoofd. Woepie. Rijka, die zit even dom te kijken. Van mensen, je bent gek geworden of zo. Dan heb je hier het scherm. En er zitten 1, 2, 3, 4 gaatjes in. Dus dat gaan we zo meteen even bekijken. Kijken wat er meer in zit. Oh, er zitten nog meer schermen in. Oké, nog 1. Dat is dan 2. Nog 1. Dat is dan 3. Nog 1. En dat is dan 4. En een brief. Nederland. Ze hebben aan ons Nederlanders gedacht. Het is dus UK. Wat is UK? Weet jij dat, Karin? Wat is dat? Verenigd Koninkrijk. Oké, en dan DE? DE, dat is... Niet de koffie. Dat klopt. Nou, dan hebben we Nederland. Daarna FR, Frankrijk. En dan hebben we Polen. Dus, Nederland. Dit scherm is getest en gecertificeerd. Beschermingsmiddel voor medisch of commercieel gebruik. Het scherm werd exclusief ontworpen voor privégebruik als extra barrière. Wat een moeilijk woord. Wat is barrière? Om het ontvangen van verspreiden van speekseldruppeltjes tijdens het uitademen, niezen of hoesten te verminderen. Het gelaatsscherm biedt geen bescherming tegen virussen of bacteriën en is geen vervanging voor fatsoenregels. Dat staat erop. Nou, ik zet jullie weer even een beetje rechterop, want ik had jullie gekanteld. Ja. Nou, moet ik even zien. Ze schrijven dus niet hoe je het moet maken en hoe je het moet doen. Dus dat moeten we zelf even bekijken. Ja, op het plaatje. Op het plaatje? Nee, op de doos is niks, ja, hoor. Ja, er staat zo echt wel hoe je dat moet leggen. Ja, oké. Ja, maar dat is... Ik moet even eerst zien dat ik zo'n scherm krijg te pakken. Dat wou niet, dat bleef stromen. Maar er zit gewoon 1 gaatje. 2 gaatjes. 3 gaatjes. 4 gaatjes. Ik moet dat er wel even af. Zo. Nou, zo behoort hij. Dus je kunt hem zo op je hoofdje zetten. Nee, een schermpie voor je. Leuk! En je kan gewoon ademhalen. Ja. Maar het mag niet in de trein. Nee. Moet je nog alsnog een monddoekje voor je neus en je mond hebben? Kan ik niet. Nee. Maar dit gaat wel. Voor het spugen en het doen van anderen. Ja, en aangezien dat ik vandaag ook nog eentje mee heb gemaakt. Maar ik doe hem nou weer af, want we zijn thuis. Maar... het is dus gelukt. Dan doe ik deze schermen weer keurig in de doos. Dan blijft het tenminste goed. Zo. Dan moet die er weer in. Geloof ik. Ja. Nou, voilà. Ja, wat anders wil dat niet, hè? Nee, zo wil dat niet. Nou, dan wordt het zo. Hup, kom op.
niet zo eigenwijs. Zo. Nou, ik heb het gedaan. Hij zit in elkaar. Ik maak er even zo meteen een foto van op mijn mobiel. Dan kan je dat zien. Dan moet ik even die doen. Hup, 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 hup. Kom op, open. En dan naar mezelf toe, hè? Alsjeblieft. Je hebt een foto van Eke. Ja, zie je, helemaal goed. Ja, helemaal top. Grappig nog wel. Dit kan tenminste nog, weet je, maar die doekjes, nee, dat ging niet aan. Ik heb wel getwijfeld, zal ik voor nood wat kopen? Want de Big Bazaar die heeft ze ook. Maar nee, ja. Doe ik niet. Nee, echt niet. Nee, doe ik niet. Maar ja, in ieder geval, jullie hebben het gezien. Dus komt allemaal goed. Ik hoop hem niet te hoeven te gebruiken, maar ja, je weet maar nooit. Ik heb vanmiddag ook iemand gezien die stond even te spugen omdat hij boos was op een ander. Gelukkig is die ander niet geraakt, maar ja, het is niet fatsoenlijk. Buiten deze gekke gedoe om, je hebt gewoon sowieso niet te spugen naar iemand. Om wat voor redenen dan ook. Dat doe je niet. Dat is heel laag bij de grond, dat is... geen normen en waarden en vooral geen respect hebben. Dus ja, hey, al een beetje respect in je lichaam, doe je zoiets gewoon niet. Ja toch? Bedoel maar. Ja, ik weet het. Ik heb gelijk, maar ik heb altijd gelijk. Want ongelijk is een bochel en die heb ik niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dingen wat jullie doen. Ga ik dat ook verder doen, want ik moet ook nog renderen, hè? Ja, heem door. Nou, dat, ik heb mezelf ook getrakteerd. Kijk, lekkere bonbons, ja. Zo, die. Nou, heerlijk, daar ga ik lekker van genieten. En waarschijnlijk dus een samenwerking. Maar ik word er niet voor betaald, ik word er niet voor gesponsord. Helemaal op een Nintendo. Maar als dat allemaal doorgaat, dan zien jullie het vanzelf. Ter zijner tijd in een vlog. Dat kan nog eventjes duren, want ik moet nog met Roderick en Karin praten. Roderick moet me nog het een en ander uitleggen. Hoe en wat. Karin die doet het eigenlijk, maar Roderick weet het beter uit te leggen. Dus ja, daar wachten we gewoon op. En dat komt allemaal goed. En ik zeg, hou vol goede moed en tot straks maar weer. Doei!